Bericht van Erik Smit, hoofdredacteur van Follow the Money. Het is een veelgehoorde klacht over veel nieuwsmedia. Dat ze vooral negatieve verhalen in omloop brengen. Hoe vaak heb ik het verwijt in mijn loopbaan als journalist niet naar mijn hoofd geslingerd gekregen? Jullie hebben alleen oog voor de kwalijke zaken. En wanneer schrijven jullie nou eens over de dingen die wel goed gaan? De onlangs overleden Zweedse statisticus Hans Rosling... had een hard oordeel over de media. Volgens hem moest je niet naar journalisten luisteren als je een goed beeld van de toestand in de wereld wilt krijgen. Rosling liet met behulp van statistiek zien dat het juist goed gaat met de mensheid en werd daar wereldwijd om geprezen. De kloof die gaat tussen enerzijds de journalistiek en anderzijds de statistiek is verklaarbaar. Journalisten willen en moeten de macht controleren. Ze zijn kritisch en hebben om die reden meer oog voor misstanden en de negatieve kanten van de werkelijkheid. Daar moet meer balans in komen, is mijn oordeel, en ik ben gelukkig niet de enige die dat denkt. Journalisten moeten, net als Rosling, oog blijven houden voor het grote plaatje. En we mogen ook zaak en beeld brengen die juist wel goed gaan. Om die reden bestaat op Sublime FM het nieuws van de vooruitgang en leveren wij met volle de money, naast scherpe en onthullende onderzoeksjournalistiek, ook constructieve verhalen. Want ondanks de waargenomen ellende blijkt de werkelijkheid vaak roze dan we denken.